Vandaag in onze uitzending hebben we het over het wereldkampioenschap voetbal. Nog steeds in volle gang op het moment dat we dit opnemen. En Nederland nog steeds kans op de wereldtitel. Ja, veel bedrijven die natuurlijk de afgelopen week hebben ingehaakt op dat grote oranje succes en de oranje koorts. Ja, en wat als Nederland kampioen wordt? Wat kunnen we dan nog verwachten? Nou, we gaan het eens even bespreken met een expert op dit gebied. Sander Malli, medeoprichter van sportmarketingbureau SportsGen. Welkom Sander. Hi, goedemiddag. Nou, we gaan proberen met elkaar te vertalen wat de grote bedrijven hebben gedaan qua marketing rond het WK. En hoe we, ja, hoe we als MKB'ers daarvan kunnen leren. Sander, als ik jou vraag, wat is voor jou tot nu toe de meest succesvolle actie geweest? De meest succesvolle actie? Nou, laat ik vooropstellen dat het is elke dag smullen geblazen. Kijk, dit WK voetbal, dat is het summum. Ik bedoel, niet alleen voor die spelers, want spelers kunnen nu contracten verdienen. De meeste zijn natuurlijk al, zitten al met een prima contract bij een club. Maar voor de fans, het wordt hartstikke leuk gevoetbald. Landen zijn dichter naar elkaar gegroeid. Maar als sportmarketeer zit natuurlijk vooral te kijken, nou, wat doen die grote merken? En kijk, voor mij springt er altijd uit, wat doet Nike, wat doet Adidas, wat doet Puma? Waarbij het interessant is om te weten dat als er onderzocht wordt welke bedrijven door de consument betiteld worden als sponsoren van de FIFA, dan is Nike altijd, ik geloof, de derde na Adidas en Coca-Cola, terwijl ze nog nooit partner of sponsor geweest zijn van de FIFA. En ik moet ook zeggen, ik vind dat ze dit jaar weer met kop en schouders erbovenuit steken. Wat heeft Nike precies gedaan dit jaar? Een animatiefilm zag ik voorbij komen van de FIFA. Ja, ze hebben de campagne. Het is wel leuk om te zien Adidas en Nike zitten qua thema van de campagne heel dicht bij elkaar. Adidas zegt all in or nothing en Nike zegt risk everything. En daar hebben ze inderdaad een schitterende animatie voor gemaakt. Ja, het is allemaal net iets gelikter. Je ziet ook als je de cijfers op YouTube, de tweets en de retweets, noem maar op, bekijkt, de sociale interactie die er is, dat Nike gewoon de grote jongen is. Dit toernooi. En dat ze misschien wel dit jaar voor het eerst groter dan Adidas gaan worden in het voetbal. En als je bedenkt dat ze pas sinds 94 of 98, dat ze pas in het voetbal zitten, nou, dan is het natuurlijk een prestatie van wereldformaat. Ja, wat kun je daar als MKB'er nou precies van leren? Ja, het zijn natuurlijk andere budgetten waar ze mee werken. Ik denk dat je ervan kan leren dat je creatief moet blijven. Misschien als een open deur. Maar hou de feeling met je doelgroep. Zodat je de juiste tone of voice weet aan te slaan. En daarin zie je dat Nike toch net even iets hipper is. Iets gewiekster is. Iets beter weet wat er leeft. Ja, en dat het niet in het geval van Adidas. Ja, die zitten met een imago wat toch meer de Duitse degelijkheid uitstraalt. En ademt in alles wat ze doen. Ja. Maar het wordt nu extra interessant, want Adidas heeft nu ook wel in de gaten van jongens, als we zo doorgaan, dan gaan we de strijd verliezen. Dus die zijn nu aan het opschakelen, dus het wordt interessant. Adidas heeft natuurlijk ook pech gehad, hè. Ze hebben Suarez aan boord. Ja, dat is toch niet helemaal gelukkig. Ik denk dat heel veel mensen wel voorbij hebben zien komen ergens op Facebook of Twitter, die foto's die gemaakt worden op de Copacabana, waar een grote poster van, waar die apies hangen van Suarez met zijn mond wijd open. Waar mensen dus vervolgens hun schouder in zijn gaan stoppen en fotograferen. Ik heb armen gezien, benen. Nou ja, dat is op zich een hele leuke. Uiteindelijk zijn dat dan wel weer hele leuke inhakers door de consumenten zelf. Maar op voorhand had Adidas natuurlijk niet gehoopt dat Suarez iemand voor de derde keer in zijn carrière iemand zou gaan bijten. Ja. Denk je dat Adidas daar echt iets van merkt dan? Of werkt dat juist, publiciteit is weer publiciteit, werkt dat juist niet positief? Die tijd hebben we wel gehad, de publiciteit, dat het goed is als er over geschreven wordt. Het is niet voor niks dat al die grote merken ook monitoren wat het sentiment is in de berichtgeving over hun merk. Dus nee, daar zijn ze zeker niet blij mee, absoluut niet. Alleen of zich dat meteen doorvertaalt. Kijk, de consument is niet gek, wij snappen ook wel dat Adidas niet Suarez de opdracht heeft gegeven om iemand te gaan bijten. Ja. Dat kunnen we prima aan elkaar houden. En ja, ik denk niet dat het de verkoper zal bevorderen, maar je hoeft er niet per definitie onder te lijden.
Dus het is niet op het moment zelf. Kijk, het is voor het vervolg wel interessant om te kijken hoe gaat Adidas nu met Suarez om. Kijk, er was een andere sponsor, eentje uit de gokbranche. Ja, die hebben het contract met Suarez verbroken. Ja, kijk, dat zijn beslissingen die kunnen wel voordelig of nadelig uitpakken in de verkoop. We hadden het dus vooral even over sportmerken, wat jou betreft Nike de winnaar dit keer. De Nederlandse supermarkten die strijden natuurlijk ook om de beste WK-actie. Wie heeft wat jou betreft gewonnen? En wat mij betreft is Roy Donders de grote winnaar, dus de Jumbo. Ja, ik vind het echt genieten. Het is een beetje als bij het Nederlands voetbal, als je ernaar kijkt. Alles klopt. Ze hebben het keurig uitgewerkt, tot in detail is er aan gedacht. Zelfs de klantenscheidingsbordjes op de band. Het is helemaal uitgewerkt. Het is een lekker liedje. Echt complimenten. En wat kun je daar bijvoorbeeld van leren als MKB'er zijnde? Ja, wat kun je daarvan leren? Ik vind dat zij goed hebben aangevoeld of in staat zijn geweest om de populariteit van Roy Donders, want hoe je het went of keert, of je het daar leuk vindt of niet, het is op dit moment een bekende figuur in Nederland, om die succesvol aan hun eigen merk te verbinden. Op een creatieve manier. Met zijn juichpak, ja, kom er maar eens op. Ik bedoel, niemand had ooit nog van een juichpak gehoord. Ja. Ligt het dan ook aan het product zelf? Of is het, je zegt ja, alles klopt. Zijn de andere factoren belangrijker of is het product nog altijd key? Ik denk dat... laat ik beginnen om te zeggen dat ik er versteld van sta dat mensen dus ook echt aantrekken. Ja. En dat je nu mensen op straat tegenkomt die in een juichpak lopen. Kijk, dat je het misschien zo'n ding ophaalt in de winkel. Of je kreeg hem bij, je kon hem kopen bij zoveel spa-punt. Ik weet niet eens precies hoe het in elkaar stak. Dat je hem thuis aantrekt, oké. Maar dat je de straat op gaat en er ook nog daadwerkelijk in loopt te juichen. Ja, dan heb je het helemaal goed gedaan. Ja. Maar dit had ook een pet kunnen zijn. Of, weet je, dat, maar omdat de mensen nu weten dat Roy Donders van de onesies is, hè, de pakken uit één stuk. Is 1-1-2. In ieder geval 3, dat is prachtig. Oké, als we nu even kijken naar de inhakers. Ja, vooral social media ontploft rond wedstrijden van het Nederlands. Ja. Heel veel grappen die voorbij komen. Hebben ook bedrijven goede inhakers gemaakt of juist hele slechte? Nou, ik heb heel veel hele leuke gezien. Ik heb de allereerste wedstrijd Nederland-Spanje. Toen was ik in Barcelona en die wedstrijd was afgelopen. En wij zaten met een groepje van een man of 15. En de telefoons begonnen allemaal te piepen en te rinkelen achter elkaar door. En het was na elkaar dat zei, hier moet je kijken, ik krijg dit. En vervolgens kreeg iedereen diezelfde platen allemaal binnen. En wij zeiden tegen elkaar, hoe kan dat nou, weet je? Is dat nou... Zitten er nou zoveel mensen in Nederland op hun zolderkamer te photoshoppen om maar een zo leuk mogelijk plaatje te doen? Of hoe is dit mogelijk? Nu blijkt dus dat ook daar de marketing en de communicatiespecialisten hebben toegeslagen. Mm. En dat zelfs dat allemaal van tevoren, dat de creatievelingen zijn die alle scenario's gaan uitwerken. Dus stel we winnen, of we spelen gelijk, of we verliezen, of er gebeurt dit, of er gebeurt dat. Alle plaatjes... op de planken klaar liggen. Ja. En het geeft verder niet, want het zijn nog steeds hartstikke leuke plaatjes. Ja, heb je daar een goed of slecht voorbeeld van nog? Nou, ik vond alles rond Van Persie met zijn duikvlucht vond ik zelf heel leuk. Het Twitterplaatje, of het logo van Twitter, waarin Van Persie was gemonteerd. Ja. En vervolgens de inhakers van Calvin natuurlijk, waar hij al... het gezicht van was, vond ik heel erg leuk. Ja, en recenter, wat minder gelukkig was, was natuurlijk de actie van de KLM. Nadat we Mexico hadden verslagen, om dan die tweet de wereld in te versturen. Ja, dat... Ik denk dat het daar vooral lag aan de timing, niet zozeer aan wat er nou daadwerkelijk gezegd werd. Maar ja, als je net een spannende wedstrijd hebt gehad... En je weet dat een belangrijk deel van je klanten ook uit Mexico komt. Ja. Dan is het misschien niet helemaal handig om dat te doen. Ja, voor degenen die het niet hebben meegekregen, de KLM twitterde direct na de wedstrijd een plaatje met adios amigos. Hè? Dus, ja. Een Mexicaan die departure volgens mij een bordje van
van KLM. Dus dat was een misplaatste tweet, hè? Nou, ik weet niet of die misplaatst is. Ik bedoel, ja, het is wel waar de KLM voor staat. Een beetje humor ook. Ja. Maar ze hadden de pech dat een prominente Mexicaan zich daarin irriteerde en zich openlijk uitsprak. En rondwitterde van, ik ga nooit meer met de KLM vliegen en dit kan je niet maken. Maar goed, ook deze man, ja, ik denk dat hij zich de volgende dag realiseerde van, shit, ik heb af en toe de KLM wel nodig om op plekken van bestemming te komen. En zo erg is het ook weer niet. Dus toen heeft hij zijn woorden terug, of tenminste gezegd, zo erg was het ook niet. En jongens, het is goed. Maar de KLM had toen al de betreffende tweet verwijderd en ik meen ook sorry gezegd. Dus ja. Ja, een beetje humor moet kunnen, maar je moet oppassen dat het niet in het verkeerde keelsgat schiet natuurlijk. Ja, ik kreeg in het geval van de KLM het idee dat ze echt alleen gedacht hadden van, nou, we gaan eens even een leuk geintje voor onze Nederlandse volgers plaatsen. En ik denk dat de Nederlanders het ook heel leuk vonden, alleen ja, KLM gaat net iets verder dan de landsgrenzen. Ja. En wat het extra pikant maakt is natuurlijk dat de KVB, de KLM gezien wordt als een van de voorbeelden nationaal hoe je met social media om moet gaan. Ja. Dus vandaar wat zij ook doen, ja, daar wordt op gelet. Wat nou als Nederland wereldkampioen wordt? Want we zitten op dit moment nog voor de halve finale als we dit opnemen. Ja. Stel dat het gebeurt. Verwacht je dan nog een lawine aan inhakers en last-minute marketing? Ja, ik denk dat we een hele, hele dikke maandagkrant gaan krijgen. Ik denk dat er heel veel overuren nu gemaakt worden door de creatieve bureaus. Want ja, het is toch in één keer spannend aan het worden nu. Ja. Ik denk dat we van die Argentijnen ook gaan winnen. En dan sta je in de finale. Ja, dan moet je wel klaar zijn als het maandag wordt. Ja, dan wordt het natuurlijk... Stel dat het gebeurt, dan wordt het natuurlijk een onvergetelijke marketingmaandag. Wat zeg je? Hoe kun je daar nog op inhaken als MKB'er zijn? Heb je nog een tip van, let vooral daarop. Zo kun je goedkoop nog mee rijden op de oranje trein. Ja, kijk, ik zou het wel mooi vinden als we overal, laten we nou gewoon aanstaande maandag overal 50% korting doen. Gaan we het niet ingewikkeld maken, we vieren het met het hele land. Want dat zijn toch de acties. Mediamarkt heeft zo'n actie gedaan, die zitten nu waarschijnlijk ook te zweten. Want op het moment dat Nederland wereldkampioen wordt en je hebt daar een tv gekocht, dan krijg je het aankoopbedrag terug. Nou, ik weet niet hoeveel ze er in die periode verkocht hebben. Het is kijk alleen maar eens terug. Ga nu eens de krant lezen van een maand geleden. En je plaatst dat in het nu. Ja, er is zoveel veranderd de afgelopen periode. Maar het is een prachtig moment om te bedenken van, god, wat zouden wij nu zelf nog kunnen doen? Want als je wereldkampioen wordt, is dat natuurlijk een onvergetelijk moment. Ik vind ook dat we daar met z'n allen een onvergetelijke incentive aan toe moeten voegen. Dus ik zou zeggen, iedereen hard broeden nog. Oké, het MKB heeft het gehoord. Bedankt voor jouw verhaal, Sander. We gaan kijken wat het gaat worden de komende tijd. Oké, graag gedaan. Dankjewel, tot ziens. Tot ziens.